Ik ben veel te streng voor mezelf. Waarom ben ik dit? Dat je dan soms hoort waar ze mee worstelen en waar ze tegenaan lopen. En dat je dan ook wel echt hoort van wow, je bent wel echt streng voor jezelf. Maar als je een klacht hebt, dan is echt hoe jij erop reageert. Dat zorgt ervoor of het olie op het vuur gooit of dat je het juist dempt. Soms, als je dat stemmetje hoort van dat je streng bent voor jezelf, van hé, hey, je moet dit doen, je moet dat doen. Anderen hebben het zwaarder. Dan soms dan klinkt die stem ook daadwerkelijk als iemand die je kent. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en jou voorzien van de waardevolle informatie en tips. Ik ben Chris, huisarts in Spee en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En deze week hebben we weer een vraag gekregen en die luidt als volgt: Ik ben veel te streng voor mezelf. Waarom ben ik dit? Nou, dat zou wat zijn. Dat zou heel mooi zijn als mensen dat zomaar. In zich zou de, op, als dat zomaar in iemand zou opkomen, dat je lichaam zegt van je bent te streng voor jezelf. Waarom doe je dat? Het is meestal de omgeving die dat zegt, toch? Ja, ja ook het is een realisatie die je hebt, denk ik. Ik heb nog, ja, ja. maar ik snap het heel goed hoor. Ik denk als de omge ik herken ook wel dat je bij uh, cliënten als die dan uh, bij mij komen, dat je dan soms mensen hoort, uh, hoort, hoort vertellen of hoort praten waar ze mee worstelen en waar ze tegenaan lopen. En als je dan ook wel echt hoort van wow, je bent wel echt streng voor jezelf. Van um, Alsof elke dag moet je uh, optimaal presteren. Mm -hmm. Terwijl um, je hebt natuurlijk dagen dat je voor 100% kan presteren. Gewoon als je lekker hebt uitgeslapen, als het zonnetje schijnt. En je hebt wat uh, een dopamineboost ergens uh, vandaan getoverd... Ja, dan kan je soms echt bergen verzetten in een dag. Yeah. Maar uh, je hebt ook heel vaak dagen dat het gewoon wat minder is. Of je bent moe. Of je zit niet zo lekker in je vel. Of uh, je hebt een beetje een rotdag gehad. Of misschien nog uh, sluimerend een conflict dat in je hoofd naspeelt. Ja, dan kan je ook niet 100% presteren. Dat je ooit een keer op een dag die 100% hebt bereikt. Dat betekent niet dat dat de norm moet worden. Um, terwijl dat soms wel zo klinkt bij cliënten dan. Tenminste, dat herken ik wel heel erg. Dat, uh, ik hoor het mezelf verder zeggen van zo, je bent wel streng voor jezelf. Ja. Yeah. En dan krijg je wel vaak de herkenning van ja, dat, uh, dat klopt. Dat herken ik wel klopt, dat is heel subtiel inderdaad. En uh, we hebben het dan voornamelijk over dat bijvoorbeeld als je depressief bent en je reageert daar heel heftig op, denk van ja zie je wel, ik ben niks waard, wat ben ik toch een niets nut, ik kan niet eens dit, ik kan niet eens dat, ik kan Nou, op een nu kom je in een negatief spiraal, wordt je depressie natuurlijk niet beter op. Nee. Maar het kan ook heel subtiel zijn. Hè? Je kan ook best streng voor jezelf zijn als je bijvoorbeeld, doordat je te veel werkt, daarna bijvoorbeeld niet zo lekker voelt dat je dan niet meer gaat sporten of je gaat niet meer naar vrienden toe. Of je stopt met, ik zou bijna zeggen, je stopt met de hond uitlaten. Maar ja, die moet natuurlijk ook naar de wc. Dus je stopt een beetje met de wat basalere dingen die jou gelukkig maken. Omdat je heel streng voor jezelf bent. Omdat je dan denkt van ja, maar ik kan dat allemaal niet. Dat mag niet eigenlijk, hè? Ja, dat meer. Dat je dan denkt van hé, iedereen herkent wel dat je een soort van een to-do list hebt. Ik maak ze altijd mentaal, ik schrijf ze eigenlijk nooit op. Maar dat je dan een to-do-list hebt met eigenlijk moedjes die moeten gebeuren. Dus um, ja, zeven op zondag dat je dan denkt van oké, okay, ik moet meal preppen, ik moet de was doen, ik moet het huis uh, opruimen. Ja, voor je bent moeder dat je dan denkt nou de kinderen die moeten dit en dit en dat. En uh, eigenlijk moet dit nog gebeuren en ik wil eigenlijk voorbereiden voor de vergadering. Dus dat voelen dan allemaal als moedjes. En naarmate dat die lijst langer wordt... Dan kom je eigenlijk veel minder toe, dus aan dingen die belangrijk voor je zijn en die je ook misschien echt gelukkig maken. Ja. Omdat je moet van jezelf eerst de moedjes afronden, voordat je het misschien jezelf gunt om ook leuke dingen te doen. Ja, ja want het tegenovergestelde eigenlijk van, van uh, dat je te streng voor jezelf bent, is ja, ik weet niet of het precies het tegenovergestelde is, maar het zit in ieder geval in die range, is zelfcompassie ja dat je gewoon heel lief dat je liefdevol bent naar jezelf en mild Precies. eigenlijk naar jezelf hè en ik denk dat je met zelfcompassie het klinkt ontzettend cliché en we merken het ook bij ons kerntraject dat is ook heel, een heel belangrijk onderwerp in ons kerntraject of ja een onderwerp binnen ons kerntraject waarin we dus vanuit de kern mensen behandelen van hun lichamelijke of psychische klachten dat bij zelfcompassie er altijd wat remmen afgaan van hé, hey, zelfcompassie waarom moet ik nou wat meer wat liever voor mezelf zijn ik doe toch gewoon ik ga toch gewoon naar werk ik Sport toch wel eens. Dat is toch gewoon, dan ben ik toch gewoon lief voor mezelf. Maar zelfcompassie zit wel echt dieper dan zelfliefde. Want zelfliefde is een beetje overused of overgebruikt. Mensen zeggen gewoon: Ik heb zelfliefde, maar heb je dat nou echt? Hoe ga je om met je klachten? Ben je angstig? Hoe ga je daar nou mee om? Wat doe je? Wat zeg je tegen jezelf? Dus dat vind ik dan ook wel heel interessant. En daar besteden we ook best wel veel aandacht aan. Van hey, hoe praat je met jezelf? Want Kijk, je hebt, je hebt een klacht in je brein. En we hebben het brein heel mooi op tafel, natuurlijk, weer staan. Maar je hebt een klacht. Ik, 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 kan er niks in uit, ik kan er niks in uitbeelden, want dit gebeurt in het onderbewustzijn. Maar als je een klacht hebt, dan is echt hoe jij erop reageert. Dat zorgt ervoor of het olie op het vuur gooit. of dat je het juist dempt. Ja. Het is een beetje. Um, stel je voor dat je valt op je knie. Mm -hmm. En je hebt vroeger bijvoorbeeld wel eens je been gebroken. Dan mag jij raden als je valt op je knie en je denkt van shit, straks breek ik mijn been. Straks is, uh, is mijn, uh, mijn meniscus gescheurd en, uh, en uh, ligt dat er helemaal af. Oh jeetje. Drie keer raden of je dan meer pijn krijgt of minder pijn krijgt als je die gedachte hebt. Ja, ik denk dat een, uh, je, je knie breken dat het sowieso pijn doet. Maar ik denk wel extra pijn als er ook nog een angstcomponent bij zit. Precies, dus dus inderdaad, we noemen dat ook een pijn, angst, pijn. Cyclus of klacht, angst, klacht,cyclus. De manier waarop je tegen jezelf praat op dat soort momenten. En dat is dan echt in het, in het onderbewustzijn zou dat meer zijn, van hoe je hoe je kijkt naar als er iets gebeurt. Dat kleurt ook heel erg de klachten en de intensiteit van klachten. Ja. Dus ook in de behandeling is dat een groot onderdeel. Want je kan wel je, je, je klachten behandelen, maar als jij nog steeds zo kritisch bent naar jezelf, of zo angstig bent naar als er iets gebeurt of die klacht weer opkomt, dan versterkt dat ook de klachten. Ja, en merk je dan ook in de behandeling van mensen met uh, lichamelijke klachten dat die strengheid er ook voor zorgt dat mensen misschien ook gaan doorzetten waar het eigenlijk beter is om wat milder te zijn of um, wat, wat, wat meer gas terug te nemen. Want ik herken ook zeker dat, um, het is altijd een beetje een dilemma zou je bijna kunnen zeggen, op het moment dat mensen angststoornissen hebben. Dus bij angst dan ben je eigenlijk bang voor iets en dat is vaak omdat je iets in je verleden hebt meegemaakt waardoor je daar bang voor bent. Dus ga je weer naar dat neurale pathway van de angstnetwerk. Mm -hmm. um, en, en soms is dat reëel. Hè? Dus stel je voor dat je een, um, een partner hebt die je mishandelt en je bent nog steeds bij die partner. Maar dan is het logisch dat dat alarmsysteem telkens afgaat. Maar stel je voor dat die partner, dat je al lang uh, één of twee partners verder bent en je hebt een hele liefdevolle partner gevonden, dan is dat op dat moment niet meer reëel. Yeah. Of andersom nog, stel je voor je bent bang voor um, Laat ik het even zeggen dat je in Nederland bang bent voor die schattige huisspinnen. En ja, dat is ook niet heel erg reëel, want ja, een vogelspin, ja, die kan je natuurlijk uh, bijten en daar kan je nare dingen aan overhouden, maar ja, die huisspin, ja, die doet niks. Ja. Dus, um, en wat bij angst dus altijd het idee is: van, hè, zeker op het moment dat er sprake is van irreële angst, dan is eigenlijk het advies: is eigenlijk om altijd dwars door die angst heen te gaan. Ja, ja. Op het moment, zodat je eigenlijk leert van hey, die dingen waar ik zo bang voor ben en waar mijn lichaam zo sterk op reageert, um, ja, dat, 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 dat je er eigenlijk achter komt van hey, datgene waar ik bang voor ben, dat komt niet uit. Je creëert een bewijsstuk eigenlijk naar jezelf. Ja, precies. Dus je ontleert eigenlijk dat angstnetwerk van hé, hey, als A gebeurt, dan gebeurt ook B. Door te zorgen dat A wel gebeurt, maar B niet gebeurt, ja. dan creëer je eigenlijk een ander verwachtingspatroon van je brein. Ja, je precies. brein um, die werkt ook met uh, predictive coding. Uh, dus ik denk voor alle codeerders achter ons, onder ons, uh, dat die het heel interessant, uh, dat die wel weten misschien al wat ik nu bedoel. Maar uh, je brein die werkt dus eigenlijk, je brein is eigenlijk een soort van, um, laat ik het noemen, een harddrive met enorm een harde veel uh, ja. geheugen. En op basis van alle dingen die je ooit hebt meegemaakt en gedacht en gevoeld en ervaren hebt, maakt die een voorspelling van de toekomst. En dat gebeurt grotendeels in je onderbewustzijn. Dus stel je voor, ik, ik noem maar iets hoor, maar stel je voor dat je in een oorlogsgebied bent opgegroeid. Um, en stel je voor dat je al lang in een oorlogsgebied bent opgegroeid. Elke keer dat je een bepaald geluid hoort, dan verwacht je dus eigenlijk van, hé, hey, dat geluid is mogelijk weer een bom. Dus ik moet uh, me nu gaan verbergen, ik moet uh, onder de tafel gaan zitten en mezelf beschuilen. Ja, je alarmsysteem gaat dan af bij een hard geluid, terwijl Precies. als je in het gooi bent opgegroeid, dan denk je van, oh, dat zal vast uh, vuurwerk zijn. Ja, of een of een uh, of een Bentley die opstart omdat dat hard geluid is. Dus dat zal wel veilig zijn, ja. Precies. Dus dat maakt heel erg uit. Dus eigenlijk op basis van zeg voor dat je exact hetzelfde geluid aan die verschillende personen zou geven, dan op basis van wat ze in hun leven hebben verworven eigenlijk aan data, wordt er een voorspelling gemaakt van, hey, dit is een bom of hey, dit is een Bentley of hey, dit is vuurwerk. Ja, niet iedereen heeft een Bentley in het gooit trouwens, maar dat is even een extreem voorbeeld, ja. Ja. <laughs> maar dat is dus eigenlijk dus ook hoe het brein werkt. En dat wil je dus eigenlijk met zo'n angststoornis wil je dat, die voorspellende waarde wil je eigenlijk doorbreken. En wat dan soms nog een beetje een um, en, en daarom ben ik wel benieuwd van van de ene kant wil je dus mensen zo goed mogelijk door die angst heen breken. En en soms als die angst zo groot is van hé hey, Soms kan het doorzetten als je altijd maar doorzet, kan dat ook averechts werken. Ja, en dat is dus ook wel, denk ik, belangrijk in het op het gebied van zelfcompassie. Dat stel je voor dat je dus um, je angst probeert te doorbreken. En hey, de ene keer lukt het misschien omdat je een goede dag hebt, of omdat je je goed gesteund voelt, of omdat je nou een, een, een positieve gedachte hebt die dag, en de andere dag is het een stuk minder. Ja, dan is het ook nog zo belangrijk dat je die. Dat je daarin ook mild voor jezelf bent. van heen, ja. ongeacht wat de uitkomst is. gewoon het feit dat je ermee bezig bent. het feit dat je het probeert. het feit dat je het een kans geeft. dat is zoveel belangrijker dan de uitkomst. Hè? Of je klachten nou onmiddellijk dalen. Want het ja. proces is veel belangrijker dan de uitkomst. Ja, precies. En ik denk ook dat het gewoon heel belangrijk is om te snappen. en daar zitten we. daar, daar, daar zitten we heel erg op in het kerntraject. natuurlijk op dat brein. van waarom is jouw brein. het brein dat het is de dag van vandaag. Um, dat die neurale baden die in jouw brein gecreëerd worden, dat zijn processen van jaren, maanden, jaren of decennia. Je hebt dus zo'n pad. En als je dat behandelt, dan kan je ook niet verwachten dat dat van de ene dag op de andere dag werkt. We zijn een beetje geprimed, denk ik nu, met, omdat we heel veel dingen gemedicaliseerd hebben. Dus voor alles een medicijn hebben. Een snel resultaat willen uh, met formine. Snel je suiker omlaag. Uh, ja, diabetes medicatie. Nou, je ziet de volgende ochtend al eigenlijk dat de suiker omlaag gaat. En als je dat prikt, gaat dat nog sneller. Ja. Um, je hebt pijn, je neemt een pilletje en het is gelijk weg. Dus we hebben onszelf een beetje getraind dat de oplossing van problemen en van klachten een aan-uitknop is. Van hé, hey, je neemt iets klaar, het is weg. Je, je doet een operatie voor een, uh, een blinde darmontsteking. Bam. Het is weg. Het gaat weer goed. Ja, ook en... met slaapmedicatie hè? of met angstmedicatie. Ja. Dat het al heel snel wordt um, voorgeschreven. Met het idee van: hé, hey, zeker bij slaap. Hè? Slaap is gewoon een proces. Mm -hmm. En juist de verwachting van: hé, hey, ik ga slecht slapen. en verkeerde gewoontes die je aanleert. op het moment dat je een tijdje slecht geslapen hebt. Dat werkt echt zo ontzettend goed om dat aan te pakken. Ja. Terwijl je uiteindelijk merkt dat dan de meeste mensen. nou, het melatoninegebruik. of valeriaangebruik. of. Magnesiumgebruik voor het slapen gaan, nou, dat wordt heel veel gebruikt. Ja. Um, en tegelijkertijd, de mensen die dan cognitief gedragstherapie voor uh, insomnie doen, zoals bijvoorbeeld ook het slaaptraject dat uh, wij natuurlijk ook hebben, um, dat wordt eigenlijk heel weinig ingezet. Ja, ja Omdat, omdat we mensen dus, de quick fix zullen. Ja. We willen die aan-uitknop. En dat is ons ook geleerd vanaf jonge leeftijd hè. Van hey, heb je pijn? Neem paracetamol. dan is het bijna weg. Of neem ibuprofen en het is uh, vrij snel weg. Dus je kan het ons ook niet verwijten, maar. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ik merkte vooral ook een beetje interne irritatie binnen de huisartspraktijk dat mensen altijd een snelle fix willen. Maar ik kan je nu al vertellen, voor al, al je psychische of lichamelijke problemen, daar zijn geen quick fixes voor echt nauwelijks. misschien bij een deficiëntie, dus als je een tekort hebt aan een stofje, en dat komt ook heel weinig voor, maar we doen nu echt alsof in de media alsof uh, bijna elke ziekte of elke kwaal door een tekort komt. en dan kunnen zij lekker hun supplementjes verkopen, kunnen zij een miljoenen binnenharken en klaar. maar je lost daar het probleem niet op. en ik merk altijd een soort van interne irritatie ja. dat we zo opgevoed zijn van hey het moet snel opgelost zijn. maar ja, het die die snelle quick fixes die leveren heel veel geld op. en ja, daar hebben heel veel mensen profijt van. die die pilletjes voor ze uh, die die pilletjes zeg maar ontwikkeld hebben. En daarom hebben we dus ook het inject ontwikkeld. In de zin van, hey, we willen echt een oplossing vinden voor jouw probleem. En niet de quick fix. Want een paar weken later heb je weer een ander probleem en loop je weer tegen iets anders aan. Dus ik denk dat we dat, 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 dat het goed is om te begrijpen dat die neurale paden die je in je jeugd eigenlijk opbouwt. en die zorgen uiteindelijk voor een klacht. Dat kost tijd. En, en de, de, de aanpak of de oplossing of de behandeling is niet een stijgende lijn naar beneden. Dat je klachten ineens weggaan en dat je kan zeggen op dag 3, nou, dag 3 dus 75% moet weg zijn en morgen moet 100% weg zijn, omdat het gestaag naar beneden gaat. Nee, het gaat, je merkt verbetering, daarna heb je een beetje een terugval en daarna heb je weer verbetering en je gaat eigenlijk een hobbelige route naar beneden toe. Maar bij elke, zeg maar als je nou stijl naar beneden gaat, bij elke hobbel naar boven toe. Is je brein dus, heeft je brein een mega invloed? Want als oh ja. jij bang bent voor jouw klacht en denkt, shit, het werkt niet. Of als jij het alsnog obsessief probeert een oplossing te zoeken op social media en denkt van nou, het is een therapeut die zegt dat uh, dit beschadigd is en ik deze pilletjes moet slikken, misschien moet ik dat maar doen. Of als jij uh, gefrustreerd raakt van hey, het ging net goed en nu heb ik weer een piekje naar boven. Ja, nou ja, dan zal het niet werken. Het werkt niet het werkt niet, of, of dat je daarvan baalt. Of, um, ja, het is, het is echt een beetje de obsessie met dat het alleen maar beter moet gaan... en niet even op minder, goed kan minder goed kan gaan. Dat zorgt er ook voor dat je be behandeling belemmerd wordt. Want je moet eigenlijk je brein ook hertrainen dat het niet een aan-uitknop is... maar dat het een proces is. En als het wat slechter gaat, wees dan wat liever voor jezelf. Heb wat zelfcompassie. Weet dat het een deel is van je proces... Ja. En ga ervan uit dat je behandeling goed is. En ik kan dat niet zeggen voor elke behandeling natuurlijk. Maar in het kerntraject zitten we daar natuurlijk volop. Maar heb daar vertrouwen in. Geef jezelf zelf compassie. Geef jezelf de ruimte. Geef je brein ook de ruimte om die. Om die A2 die hij gecreëerd heeft door die decennia lang, dat dat tijd nodig heeft om die zijpaden te creëren. Zodat het wel een gezonde route wordt. Waarin je niet zoveel lijdt. Waarin je niet zo angstig bent. Waarin je niet depressief bent. Waarin je niet hoofdpijn hebt, migraine hebt. Pijnen hebt, buikpijn hebt. Ik kan zo oneindig doorgaan. Dat ja. heeft gewoon tijd nodig en zelfcompassie. En daarom terugkomend op wat ik in het begin van de, van de, van de podcast ook zei. Zelfcompassie is echt zo'n iets waar mensen denken van ja, maar dat heb ik toch? Maar dat zit veel dieper dan van oh, ik ben toch, uh, ik heb toch zelfliefde? Nee, dat zit veel dieper. Ja, en ik denk dat, dat daarin ook um, dat daar ook een spectrum als het ware ligt. Ja. Dus ik denk dat heel veel mensen onder ons herkennen van dat je op momenten misschien heel erg streng bent voor jezelf. En dat kan dan eigenlijk verschillende oorzaken hebben. Je kan denken aan dat je de lat heel hoog ligt voor jezelf omdat dat misschien vroeger best wel belonend was. Of omdat je ouders misschien streng waren en duidelijke regels hadden. Het kan ook meer voortkomen dat je die streng bent voor jezelf uit angst voor bepaalde gevoelens of emoties. Mm -hmm. he, dus dan zou je meer kunnen denken aan wat meer faalangst. He, dat je streng bent voor jezelf om te voorkomen dat je faalt. En dat je daar dan vervolgens weer um, angstig voor wordt of teleurgesteld van raakt. En je zou ook meer kunnen denken in de hoek van uh, perfectionisme. He. Het moet altijd goed gaan. Dus dat je ja. dat allemaal als normen en waarden hebt meegekregen. of van je omgeving. of bijvoorbeeld vanuit je opvoeding. Dus dat is denk ik wel heel belangrijk. Dat, dat streng zijn voor jezelf. dat kunnen we ook misschien uh, nog wat verder uitdiepen. Um, maar over dat spectrum. Hè, dus dat is streng voor jezelf. Ik denk dat veel mensen dat wel herkennen. Maar als je nog wat dieper in dat spectrum gaat. je hebt ook een groepje mensen. die uh, zelf haat hebben. Ja. Dus dat er niet alleen is van hey, ik ben streng voor mezelf en ik leg de lat voor mezelf hoog. En ik merk dat ik altijd een beetje aan het uh, strijden ben om de beste versie van mezelf te zijn. Met hier en daar, uh, nou dat het veel energie kost en hier en daar wat frustratie oplevert. Uh, maar je hebt ook een groep mensen die het tegenovergestelde van zelfliefde hebben, namelijk zelfhaat hebben. Hmm. En ik kom dat vooral vaak tegen in, um, ja, in de groep mensen die bijvoorbeeld echt een flinke depressie hebben echt wel, ook een onderdeel van de depressie kan echt zijn. Nou, e Eerste onderdeel is vaak een gevoel van hopeloosheid. Dus dingen werken niet, dingen lukken niet, um, het komt nooit meer goed. Mm -hmm. Dat heeft veel maar met de toekomst te maken. Maar echt een tweede kernthema eigenlijk van een depressie is dat je negatief bent over jezelf. Ja. Dus dat je echt denkt van, hey, ik heb gefaald, mensen houden niet van me, ik ben iedereen tot last, ik heb een uh, Hekel aan mezelf, ik faal altijd, ik mag geen fouten maken, ik ben een slechte moeder, ik ben een slechte partner, ik ben een slechte dochter of zoon. Dus dat stukje zelfhaat, dat zit echt linea recta tegenover zelfliefde. Ja. En dat kan soms zo ontzettend diep liggen. En dat kan ook dan weer gevoed worden, vanuit ook vanuit de jeugd natuurlijk weer, van thema's van waardeloosheid en van afwijzing die daarin ten grondslag liggen. Ja. En dat op het moment dat het wat minder goed in je leven, ja, misschien heb je dat een tijd lang goed kunnen kopiëren en was je streng voor jezelf, maar komt er ergens vroeg of laat een bepaalde trigger, dus laten we zeggen een ontslag of een relatie die uitgaat, waardoor je denkt: zo van hé, kijk, kijk maar, ik sta er weer alleen voor, op ja. financieel gebied of e economisch gebied of op relationeel gebied. En dat dan weer dat die depressie eigenlijk dat stukje, ja, die kernthema's weer voedt van waardeloosheid of. Ja. zelfhaat of falen. En, en het belemmert denk ik ook de behandeling. Die vastgewortelde, die, die vastgeroeste vast op gedachten over jezelf. Dat stel dat je een eh, depressiebehandeling, stel je activeert iemand of je bent bezig met een activatieopdracht of wat dan ook. Als je dan dat goede gevoel hebt en het dipt een beetje, dan denk je van ja zie je wel, kan niks, ik ben niks waard, ik ben dit, ik ben dat, bla di bla. Dus ja. het, het zorgt ook voor een een obstructie binnen de behandeling. Ja, het, het kan, het kan, dat, dat is soms wel heel, uh, heel naar om te ervaren, inderdaad. Dus eigenlijk door het ontbreken van die zelfcompassie, of nog uh, andersom ook door dat die uh, zelfhaatthema's er zijn of die negatieve thema's over jezelf, dat kan dus ten eerste al maken dat je dus minder geneigd bent om in behandeling te gaan. Want hé, hey, verdien jij wij hulp? Ja. ja, dat is ook heel interessant, wat, wat je ook recent zei, volgens mij: dat mensen met een depressie, hoeveel procent gaat naar de huisarts? ja dus ongeveer de helft van de mensen met depressieve klachten gaat naar de huisarts ja. en de andere helft niet en een gedeelte daarvan kan dan misschien milde klachten zijn dus dat het uh, een beetje komt en gaat dat het een beetje sluimerend aanwezig is laat ik het zo zeggen ja. maar ik verwacht daarin ook wel echt een percentage die gewoon um, niet eens de stap neemt om naar de huisarts te gaan ja. omdat ze oftewel denken van ik doe toch alles verkeerd ik wil niemand tot last zijn en aan de andere kant ook dat verlies van het vertrouwen in dat het beter wordt in de toekomst. Ja, en natuurlijk de mensen van die zeggen, nou de huisarts heeft het al druk genoeg en dit is niet, ik, het is niet erg genoeg. Ik, eigenlijk zeg je van, ik gun mijzelf die zorg niet, want ik ben ja. niet. Het is niet erg genoeg voor mij om hulp te zoeken. Ja, dus inderdaad, dus in die in, die, in de wat mildere groep, die, die gunt zichzelf dat niet. En in de wat zwaardere groep heb je dat het vertrouwen totaal ontbreekt. En dat die zelfhaat misschien zo groot is dat je denkt: van nou, laat maar zitten. Als ik, uh, als ik sterf, dan is dat helemaal prima. Ja, precies. En, en, en daarom ben ik ook zo blij met onze depressiecheck. Dat je ook voor die mensen die dus niet naar de huisarts gaan, en ook mensen die wel naar de huisarts gaan, en zelfs mensen die naar de psycholoog gaan, zo'n depressiecheck is ontzettend fijn om te zien. Um, eigenlijk, hoe ernstig je depressie is, dat kun je dan meten. En je hebt ook de optie dat wij met je meedenken. Dus met jouw situatie meedenken en kijken of wij jou misschien kunnen helpen. En daar hebben we al ontzettend veel mensen mee kunnen helpen. En als je thuis denkt van: hé, hey, ik heb sombere klachten, ik wil dat jullie hierbij meedenken. Dus wij, Chris en Aisha, dan kan dat via www.chrisenijsje.nl/slash depressiecheck. En dan kan je uiteindelijk de optie aangeven dat je wilt dat we meedenken. Je kan het ook gewoon invullen en invullen dat je wilt dat we niet meedenken. Dat is ook helemaal prima. En uh, we geven ook altijd een ons gratis e-book. Uh, Verslaaien Depressie e-book geven we ook gratis mee voor mensen die die check invullen. Dus ja, dus ik denk een ideale lijst. Hij wordt flink ingevuld ook. En daar zijn we blij mee. Maar terugkomend op, inderdaad, dus uh, te streng voor jezelf zijn. Ja. Um, de vraag was eigenlijk, ik ben te streng voor mezelf. Waardoor komt dat? Ja. Kunnen we daar een beknopt antwoord op geven? Beknopt weet ik niet, maar we kunnen er wel een antwoord <laughs> op geven. En ja. in die zin, um, streng zijn voor jezelf, dat komt eigenlijk ergens vandaan. Dus wat veel mensen hebben en ook misschien wel herkennen, is dat je een soort van stemmetje in jezelf hebt. Ik noem dat wel eens dan de kritische kant of de kritische ouder. En de reden dat je dan de kritische ouder kan noemen, is omdat uh, soms als je dat stemmetje hoort van dat je streng bent voor jezelf, van hé hey, je moet dit doen, je moet dat doen, anderen hebben het zwaarder dan. Soms dan klinkt die stem ook daadwerkelijk als iemand die je kent. Ja. Dus ik weet niet of je dat misschien zelf ook herkent, maar als je bijvoorbeeld. Um, is ik even te denken, wat is iets uh, dat mijn uh, moeder altijd zegt? Is ik even te kijken hoor. Stel je niet aan. <laughs> Stel je niet aan. Ja, nou, met meer of minder woorden. Nou, ze zegt vooral eigenlijk altijd van. Um, uh, Hey, het heeft geen zin om je er zorgen over te maken. Ja. Want je hebt er toch geen invloed op. Precies. Dit is, dat van mij was inderdaad, dat zegt ze niet. Ze zegt dus ze indirect. Zegt, ja, nee, maar het is meer zo van. Ja, de, het klinkt er wel misschien onderliggend Het af en toe een beetje ja. door van. Ja. Uh, zet je er maar overheen. Zet je, zet je er maar overheen. Dat, dat, dat is, zeg, het. Dat dat zegt is iets wat ze ja. zou kunnen zeggen. Ja. ja, zet je er maar overheen. Ja. En uh, verder, mijn moeder is ook een schat van de mens. Ja, hoor, dus, uh, ja. <laughs> het is ook maar een, een kant van haar die dat dan weer denkt. Ja. Dus, uh, en wij zeker zeggen niet, dat uh, soort dingen ook. Ik zeg ook, kom op, uh, even doorpakken. Ja, ja, dus uh, niks ten na nadelen van, uh, van mijn moeder. Maar die kan inderdaad zeggen, zet je er maar overheen. Dus stel ja. je voor, dat is iets wat ik in mijn leven heel vaak heb gehoord. Hè? Zet, je er maar, zet je er maar overheen. En onderliggend kan ik dan de conclusie trekken van... want dan ben ik, anders ben ik een aansteller. Ja. Dus dat zet je er maar overheen. Dat kan, dan weer, um, dat kan ik dan weer internaliseren in ja. mijn eigen um, zijn... En dat zet je er maar overheen. Dat kan dan inderdaad maken dat ik bepaalde normen voor mezelf opleg uh, die moeilijk zijn uh, om, 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 om te behalen. Dus dat kan zo wel zijn met hard werken, maar ook dat C voor je hebt een tegenslag. Of uh, je bent een keertje moe, of je bent een keertje emotioneel, of je bent een keertje nou, op, of je voelt je een beetje geïrriteerd. Ik denk van, oh, ik moet me eroverheen, ik moet me eroverheen zetten. Ja. En uh, ik moet doorgaan. Ja, precies. Dus de, daardoor heb je een lat eigenlijk voor jezelf opgelegd die die best wel moeilijk te behalen? Maar, ja, je moet het altijd maar je moet altijd maar doorzetten. Ja, en je wordt dan ook extra streng voor jezelf omdat je dat omdat je, je lat moet behalen. Ja, precies. Met je nieuwe normaal, zeg maar. Ja, precies, precies. Dus op het moment dat je dus niet aan je eigen norm voldoet, dan is dat dus verkeerd, ja. onbewust. En die die norm die jezelf dan oplegt. En ja, er zijn natuurlijk veel meerdere... We hebben nu één uitspraak er bijvoorbeeld uitgelegd, maar je hebt uiteindelijk veel meerdere normen voor jezelf uh, die bijvoorbeeld maken dat je altijd maar doorzet, of altijd een bepaald doel moet behalen, of dat je iets moet bereiken, of dat je uh, altijd aardig moet zijn. Hè? Dus daar je voor. Um, je kan ook een norm hebben van: hey, je moet altijd uh, eerlijk zijn, of je moet altijd voor anderen klaarstaan. Als je dat van je ouders hebt meegekregen, gewoon. Dan denk je van de ene kant, nou dat is super mooi. Dat zijn uh, hele mooie Nederlandse normen en waarden van. Je moet klaarstaan voor anderen. Zeker ook in de wat meer, uh, ik moet dan een beetje denken aan de kerkelijke gemeenschappen van uh, uh, gewoon lief zijn voor anderen en broederschap en dergelijke. Mm -hmm. Dan zijn in de kern super mooie waarden. Maar op het moment dat dat uh, altijd de must wordt en dat dat heel streng wordt nageleefd, als je daarin heel streng voor jezelf en dat je altijd voor een ander klaar moet staan, dan kan dat heel erg ten koste gaan van jezelf wat in de kern een supermooie waarde is, uh, maar als dat betekent dat jij altijd de enige bent die overwerkt en degene bent die altijd de rotklusjes op je opneemt, dan ben je daarin dus door het hele heel strak naleven van die ja, overtuiging of die norm of waarde, ben je er uiteindelijk zelf wel de dupe van. Ja. Yeah want wel grappig in de kern is dat een hele belangrijke waarheid maar ook in de kerk ja ik, 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 ik hoorde kerk en toen dacht van je zei kern maar dat klopt allebei even een ja, zijspoor even een woordgrapje in het brein ja. van Chris uh, die heel associatief is altijd ja. dus uh. is iets te associatief soms ja heel interessant ook uh, dus inderdaad dat streng zijn voor jezelf dat 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 is dus vaak vul je daarmee ook een tekortkoming of een bepaalde Iets uit je verleden. Dus dat, ja. is, dus dat is wel interessant. Ja, dus het kan inderdaad verschillende oorzaken hebben. Dus van de ene kant inderdaad dat je het vanuit je opvoeding heel erg hebt meegekregen. Um, dat streng zijn voor jezelf, dat kan ook heel erg te maken hebben... met de sociale vergelijkingen die je maakt met anderen. Dus we leven nu in het uh, digitale tijdperk. Nou, ja. Stel je voor, um, uh, je, ja, je vergelijkt jezelf bewust en onbewust toch met anderen... Dus stel je voor, ik kijk naar mijn eigen vriendengroep... en stel je voor dat binnen mijn vriendengroep iedereen 40 uur per week werkt... en stel je voor dat ik merk van, boh, ik vind 40 uur per week werken wel veel... Ja. en ik ben de enige die 32 uur per week werkt... dan heb ik misschien, omdat mijn lichaam aangeeft... bij wijze van spreken, als ik 33 uur werk, dat het uh, klachten begint te genereren. Ja. Nou, dan heb ik toch de opvatting eigenlijk van, hey, 40 uur per week is normaal. Dus dat wordt mijn norm, namelijk 40 uur per week werken... En dat wordt dan belangrijker misschien voor mezelf... dan dat je luistert naar je eigen lichaam, wat je doet... en dat je misschien ook wat meer gaat verdiepen van... hé, hey, wat voor type banen zijn wel goed voor 40 uur per week... en wat voor type banen zijn minder ja. goed voor dus 40 uur per week. Dus daar mis je stukje zelfcompassie, hè? Want ik bedoel, op een kantoorbaantje kun je prima 40 uur werken. Als psycholoog 32 uur lang taaie gesprekken hebben en echt graven en dat is keihard werken eigenlijk. Ja. Ik denk dat we daar ook echt even stil bij mogen staan dat psycholoog zijn. Dat is echt zwaar werk. Zeg maar ik merkte in de huispraktijk de mensen die met psychische klachten kwamen, dat kost ontzettend veel energie omdat je iemand uit een put moet trekken als het ware. Terwijl als je op een kantoor zit en een beetje een mailtje moet sturen of of ik weet niet wat je precies op een kantoor doet, <laughs> maar je moet wat lichtere, minder complexe problematiek doen, dan dan stelt dat minder voor. Ik denk de tijd en energie dat zijn twee compleet losse losse zaken want een consult van een kwartiertje van iemand die bijvoorbeeld zijn enkel heeft verstuikt. Ja, dat, dat doe ik met, 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 met vijf vingers in mijn neus. Maar als, iemand, als je een kwartiertje hebt voor iemand die echt met complexe klachten binnenkomt. Onbegrepen klachten. Dan ben ik echt aan het werken, aan het gaven. Dat kost zoveel meer energie. Ja. Dus inderdaad, als je dan een beetje zelfcompassie hebt. Dan zeg je ook van, nou, weet je, dit was best wel taai. Dit kost veel energie. Dus ik mag het mezelf veroorloven om 32 uur te werken in jouw voorbeeld. En en ik hoef niet te voldoen aan die standaard van dat mensen 40 uur werken. Want ja, ik vind dit. Ik, het kost mij energie. Dus ik gun mijzelf. Wat ja. die, zeg maar, dat ik 32 uur werk. Dus dat is ook weer een stukje zelfcompassie. Dat je naar jezelf wat positiever en met wat meer medeleven en wat meer liefde naar jezelf praat. Ja, zeker. En, en daar, dat, dat, dat is een best wel, Dat is ook een proces. Dat is niet iets wat je na deze podcast zegt. Nou, ik ga meer zelfcompassie tonen en bam, het staat aan. En dan komen we weer terug op het aan-uit-criterium. Dat, dat heel veel mensen getraind worden van dat gezonder worden iets aan-uit is. Maar nee, het is een proces. Dus je hebt deze podcast nu geluisterd. En de volgende keer als je weer te streng voor jezelf bent of je merkt dat. zeg van, nou ja, zie je wel, ik ben te streng. Ik ga proberen om wat liever voor mezelf te zijn. Of positiever te praten. Ja. Of mezelf wat meer te gunnen. En dan in de loop van de week als je dat blijft doen. En soms heb je daar een beetje ondersteuning bij nodig. Dan ga je dat op een duur ook zijn voor jezelf. En dan ja. gaat je leven een mooie verandering creëren. Ja, precies. En ook wat je heel mooi zegt, is dat je daar heel verschillende gradaties hebt. Dus het kan inderdaad groter zijn in de zin van het aantal uren dat je werkt op een vaste basis. En dat je daarin de compassie aan jezelf geeft van nee, hey, dat als je na een werkdag bijvoorbeeld heel moe bent, dat je daarin gunt, dat je rustiger aandoet en dat je niet ook nog uitgebreid gaat koken en dat soort zaken. Maar het kan ook veel kleiner zijn, inderdaad. Dat op het moment dat je misschien een moeilijk gesprek hebt gehad, of dat je iets ontactisch hebt gezegd, of dat je iets uh, vergeten bent, dat je daarin ook op dat moment bij een, een, een gedachte, eigenlijk al, dat je daar een andere, eh, ook met, met compassie, naar die gedachte kan kijken. Van hé, hey, ja. het is oké okay dat je een foutje hebt gemaakt. Of hé, hey, het is oké okay dat je je versproken hebt. Of daarin ja. uh, echt in het micro. Ja, precies. Je bent ook mens en een mens maakt fouten. Dat is ook totaal oké. Okay. Als je een fout maakt, ja, daarvoor ben je ook mens. Je bent een mens geworden om fouten te maken en daarvan te leren. En de volgende keer minder te doen. Maar ja, dan maak je weer fouten. Ja, nee, dat hoort erbij. Ja, het leeft eigenlijk ook maar saai zijn als niemand nooit fouten maakt. Precies, precies. Dan precies. Uh, worden we AI. Ja, nou, en nou, sterker nog, de, de, er zijn ook heel veel uitvindingen zijn ontstaan door fouten doordat mensen dachten van oh dit was niet de planning maar oh dit bleek toch wel ja, ja dit bleek toch wel te werken nou top dus dat is wel inderdaad heel mooi en, en ik denk ook dus inderdaad als we teruggaan naar, uh, ik ben veel te streng voor mezelf waardoor dat waar ja. zou dat door kunnen komen dus we hebben eigenlijk nu twee thema's wat uitgediept inderdaad dus van de ene kant van je opvoeding en de sociale normen uh, van de opvoeding eigenlijk meer van wat je van vroeger hebt meegekregen als tweede cluster zou ik dan eigenlijk zeggen van uh, je vergelijking met anderen en als derde cluster zou ik eigenlijk denken aan dat je heel erg streng bent voor jezelf om te voorkomen dat daar bijvoorbeeld pijnlijke gevoelens of emoties loskomen. Dus bijvoorbeeld, je bent streng voor jezelf of je bent heel perfectionistisch, of hè, dat is allemaal omdat stel je voor dat je het een keertje niet goed doet, of stel je voor dat je faalt, of dat je een fout maakt, dat daar eh, emoties loskomen in de vorm van je schuldig voelen of angstig zijn of boos op jezelf zijn. En eigenlijk om te voorkomen dat jij die negatieve emoties ervaart en ook mm -hmm. doorvoelt, eh, dat je dat eigenlijk zo vreemd of naar voor jezelf voelt, dat je dan ervoor kiest van, hé, hey, als ik maar blijf presteren, dan hoef ik niet teleurgesteld in mezelf te zijn, hoef ik niet schuldig te zijn, hoef ik niet boos te zijn, hoef ik niet angstig te zijn. Dus eigenlijk om te voorkomen, ja, meer om negatieve emoties te voorkomen. Ja, nou, maar ja, we kunnen hem ook heel, heel kort uh, beantwoorden. Ik ben veel te streng voor mezelf. Waardoor komt dat? Nou, gebrek aan zelfcompassie. En, uh, mooie aanvulling. Ja, dus natuurlijk dus, zijn er andere oorzaken... maar uh, de, de oplossing is meer zelfcompassie... en begrijpen waarom je streng voor jezelf bent. En ik denk dat dat een uh, mooie, mooie stap kunnen zijn. En merk je thuis dat je denkt van... hé, hey, ik ben inderdaad heel streng voor mezelf... of ik loop tegen psychische klachten of lichaamklachten aan... en ik kom daar maar niet uit... Uh, dan zou het kerntraject heel interessant voor je kunnen zijn. Dus inderdaad, even kort, het is een traject waarin we dus kijken naar je verleden, naar je brein, naar je persoonlijkheid, naar wat er allemaal gebeurd is. Het is heel breed en van daaruit kijken van wat voor invloed dat heeft op je klachten en van daaruit ook kijken van wat de oplossing is. Dus mocht het interessant voor je, krijgen, uh, voor, voor je klinken en je denken van hé, hey, ik heb diepgewortelde klachten, uh, kijk dan op christianage.nl slash bellen en daar kun je meer informatie vinden over het kerntraject. Ik denk dat we uh, de vraag wel beantwoord hebben. Heb jij nog een tip van de week? Anders hebben we, ja, ik denk met, met de zelfcompassie. Ja, heb je een mooie zelfcompassie die uh, in je opkomt? Nou ja, ik denk als tip van de week. Um, de eerstvolgende keer dat je klacht bijvoorbeeld opvlamt, om het even zo te noemen. of als je iets meemaakt wat jou teleurstelt. probeer de gedachten die je krijgt te observeren. alsof je in een film zit. en probeer hem actief aan te passen. Dus stel dat jij. Uh, je bent angstig, je hebt weer angst, je voelt je hart kloppen, je raakt een beetje paniek. Probeer dan even te kijken van wat jij zegt tegen jezelf. Nee. Zeg je tegen jezelf van, hey, paniek, shit, dit is niet goed, oh, jeetje, jeetje, jeetje. Probeer dat dan om te buigen van, hé, hey, je bent er, paniek, ik probeer naar je te luisteren, je lichaam slaat even op hol, het mag er zijn, het is oké. Okay. Ik gun mezelf dat even en het is vervelend dat het er is, maar er is geen gevaar, het is oké. Okay. Wat een mooie, ja. Probeer dat de komende tijd te doen. Dat kan ook bij lichamelijke klachten. Als je een klacht hebt, dat je niet gelijk denkt: van Jeetje, straks is dit kanker, is dit een infectie, is dit dit of dat. Natuurlijk moet je het natuurlijk altijd uitsluiten. Als je klachten hebt, ga naar de dokter. Maar stel dat de dokter zegt: Het is niks, dat je dan ook tegen jezelf zegt: van nee, Het is oké. Okay. Mijn lichaam zegt dit, maar het is oké. Okay. Ik ben gezond. Mooi, ja. Je zult vanzelf merken dat je in de loop van de tijd, als je dit blijft doen, als je positief naar jezelf gaat praten, dat je dat ook zo zult ervaren. En dan zul je dus ook onnodig, dan hoef je dus ook niet onnodig je brein extra stress te geven. Dus uh, ja, zelfcompassie, dat wordt de opdracht van deze week, denk ik. Ja, laat ons weten hoe het ging. Ja, ik zou zeggen, bedankt dat jij er weer bij was, Aisha. En uh, voor de luisteraar deze keer weer ook bedankt dat je wilde luisteren naar deze podcast. Uh, mocht je het een interessante podcast gevonden hebben, laat het dan vooral weten in de comments. zijn we altijd heel benieuwd naar. We lezen elke, elk bericht. En geef ons wat sterretjes. Dat helpt onze podcast. En vergeet vooral ook niet te abonneren. En dan zou ik voor nu zeggen: uh, tot de volgende week. Tot de volgende week.